Welkom bij deze vlogaflevering. En op dit moment zijn we onderweg naar Ron Rote en die zijn vragen delen als het gaat over de stadsgesprekken. Het is geen Sinterklaas toch, hè? Hey. Hey, Ron. Welkom. Hey, Ron. Mogen we bij jou langskomen voor de stadsgesprekken? Hartelijk welkom. Mijn huis zit altijd open. Dankjewel. Kun je iets vertellen over jouw perspectief, wat je hebt ingestuurd voor de stadsgesprekken? Een museum van de toekomst. De toekomst ligt open. Als je kijkt wat er op ons afkomt, is heel veel verandering. Heel veel bedreiging ook, voor wat we echt moeten veranderen. En als je museum van de toekomst denkt, dan kijk je naar hoe kunnen we met z'n allen overleven. En niet alleen eten, drinken enzovoort, maar ook zwart, blank, arm, rijk, christen, moslim, kortom. Een toekomstige samenleving in Nederland of in Hoorn is multicultureel, is multifunctioneel, waar mensen elkaar nodig hebben, samenwerken. Maar is het dan zo dat we elkaar nu niet nodig hebben in Hoorn om tot resultaten te komen misschien? Of te weinig? Veel te weinig. Iedereen zit vaak in zijn eigen bubbel. Laten we onszelf ontdekken. Het is niet alleen wij ontdekken, kijk ons eens. Maar wij worden ontdekt door een nieuwe wereld. Dat is een heel nieuw proces. Het feit dat wij denken dat we iemand zijn, identiteit hebben. Je bent geen identiteit. Je kiest een identiteit, een stukje vanuit het verleden, een stukje vanuit nu. En je kan vloeien. Je kan identiteiten oprekken, veranderen, rijker maken. Ben ik altijd op zoek geweest in mijn hele leven. Van dat kan ik iedereen aanraden in Hoorn of erbuiten. Zie wat mogelijk is. Je bent niet wat je bent, je bent wat je kan worden. Prachtig. Als je dat van binnen gaat beseffen, dan zie je dat onze discussies rondom Koen en racisme en uitbuiting, dat zijn eigenlijk alleen maar openingen naar beter worden, beter samenwerken, betere inzichten, oplossingen samen zoeken. Waarin beter worden? Durven. Kennis verwerven, gewoon gaan lezen en zeggen, joh, ik weet iets niet, dat is interessant. Vertel eens wat. Ga studeren. Lees eens een boek. En als we in Hoorn beter worden in durven, worden we dan een inclusiever Hoorn, wat jou betreft? Ja, dat is het leuke. Een toekomst die niet inclusief is, die sluit talent uit. Ik denk dat wij blanke mannen in de rijke landen over het algemeen zo hebben gedacht. Ook laatst sinds de oorlog, van kijk ons eens met onze wetenschap en kennis. En nationalisme komt erbij, want het standbeeld is van pakweg 140, 150 jaar geleden. En in die tijd waren we ook bezig met natievorming. Italië was er mee bezig, Duitsland was er mee bezig, maar Nederland ook. En wij hadden behoefte aan glorieuze mannen, sterke Piet Hein. Onze rijkdom is, en dat is ook niet alleen vroeger, maar nu ook. Onze rijkdom in de huidige economie is vooral gebaseerd op roven. Ooit is een artikel geschreven dat ontwikkelingshulp was dan ongeveer zo'n 50 miljard in de wereld. En wat we dan aan het stelen waren via prijzen, onderdrukking, dictators en uitbuiting, viel maar in. Ongeveer drievoudigen. We geven met veel tamtam mooie projecten, kijk ons eens. Wauw. En we stelen via de achterdeur, dat niemand weet, drie keer zoveel. Wat ik zou willen in Hoorn, is dat we onszelf bezinnen op wat is welvaart, wat is onze rijk, waar is die op gebaseerd? En ook op uitsluiting en uitbuiting. En dat een toekomst, dus mijn museum voor de toekomst, laat zien hoe het anders kan. Dus in plaats van te zeggen, oh god, wat zijn wij eigenlijk ontzettende klootzakken geweest, door die arme, bruine mensen enzovoort hebben afgemaakt. En nou, tuurlijk, moet je zeggen. Klaar, duidelijk is het eerste. En je moet daarna een cultuur opbouwen waarbij bruin en blank en zwart en verschillende religies samenwerken. Omdat het mooiste patroon is de regenboog. Alle kleuren samen. Dus het museum van de toekomst is belangrijk, maar we moeten ook nog steeds stil blijven staan wat er zeg maar, in het verleden zich heeft afgespeeld. Absoluut. Wat je wil zeggen, we gaan verder en moeten dat maar... Nee. Je kan niet verder gaan. Schuld moet je als het ware gaan voelen, maar het moet je niet verlammen.
We hadden een gesprek eigenlijk voor het eigenlijk het werd opgenomen, hadden we het over het empathisch vermogen. Toen had je een hele mooie opvatting er eigenlijk over. Weet je wel, van hoe het eigenlijk is om iemand anders te zijn, hè? Ja. Het inlevingsvermogen. Ja. Hoe is dat nu anno nu eigenlijk? Je bent als moslim een minderheid in een christelijke of algemeen blanke samenleving. En je wordt dus, je voelt je overal op straat, ik weet het van mijn moslimvrienden, die kijken om zich heen, niet alleen de meisjes, maar ook de mannen. De fierheid ontbreekt. Dat je werkelijk trots bent, ik ben een man, ik heb een bruine kop, ik heb een baard, lang of kort, of ik heb een petje op of niet. Maar ik mag er zijn, anders dan de meerderheid. En empathie is voor mij dat we allemaal leren kijken met de ogen van de ander. Naar onszelf. Wilders heeft dan, ja goed, een andere vrouw, maar die moet gewoon moskeeën langs. Die moet leren wat is de schoonheid van de Koran. De wijsheid van de Koran. Dat, als je uit je eigen bubbel stapt, is het hartstikke leuk. Een permanent vakantie, trektocht zou ik zeggen, ontdekkingstocht door de wereld. Hartstikke leuk. Mooi. Doen. Bevrijding is voor mij de sleutel tot het veranderen. Tot het veranderen. En Hannah Arendt noemt dat nataliteit. Een heel mooi begrip, maar dat betekent eigenlijk dat je elk moment opnieuw geboren kan worden. Er zijn heel veel mensen, ook in deze stadsgesprekken, die zich niet durven uitspreken over onderwerpen als inclusie of discriminatie. En hoe krijgen we wat jou betreft nou die zwijgende meerderheid weer aan het praten? Hoe zorgen we ervoor dat die mensen weer gaan meedoen op deze onderwerpen? Is ten eerste je in je hart laten raken. Ik word 79, ik ben kerngezond. Ik denk dat het daarmee samenhangt. Toch. Ja, dus stel je meer kwetsbaar open voor een ander. Ja, en dan zou ik, het woord kwetsbaar is dat wordt altijd gebruikt. Mm-hmm. Ik noem het aanraakbaar, toegankelijk. Dat er iemand kan binnenkomen, dichtbij kan komen. Kwetsbaar is alles van, ik noem het duur. Dat impliceert dat je laat kwetsen. Gekwetst, ja. Kwetsbaar, het woord, het is natuurlijk de term overal, kwetsbaar opstellen, maar je weet wat ik bedoel. Aanraakbaar. Aanraakbaar, benaderbaar, ontroerbaar zou je kunnen zeggen. Mooi. Dan gebeurt er iets met je.